Ja, onze politionele acties hadden de bedoeling om het Nederlandse imperium te behoeden voor de zelfstandigheidsverklaring van de Indonesische revolutionairen. Dus in die zin is het goed vergelijkbaar. Poetin wenst zich niet te verzoenen met het vertrek van de Oekraïne uit het Russische imperium. Het verlossen, kunt u mij horen? Goed nieuws trouwens, er is een talkshow minder, want M stopt ermee. Ja, ik heb het gezien. Aan de andere kant, ja, naar M keken minder mensen dan naar De Wereld Draait Door, maar dat gold voor al die vervangende programma's volgens mij. En ik vond M niet slechter of beter dan wat ze er verder hadden. Er werd een beetje gedaan, las ik in de krant een hoog irritatiegevoel of zo. Ja, vond jij dat ook? Nee, dat vond ik helemaal niet. Ben je daar wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest, ja. Sorry omdat ik het zeg, al die talkshows zijn zelden. Ik zie niet in wat de grote verschillen zijn. Ook, als je naar de kijkcijfers kijkt, zie je namelijk ook dat ze allemaal ongeveer op dezelfde manier scoren. Als ze dan een keer heel veel hoger scoren, kun je altijd uitvinden waarom dat het geval was. Hmm. En dat is dan omdat er een voetbalwedstrijd was geweest, of dan weet ik wat voor reden. Een beroemde zanger op bezoek was, dat soort van onzin. Ze scoren geen van alles spectaculair elke dag. Ja. Dat is niet zo. Nou, ze wilden daar ook eens een keer... Hoe heet dat? Lubach scoort een stukken beter dan al die talkshows bij elkaar natuurlijk niet. Maar... Ja, maar dat doet het wel goed, ja. Dat is een beetje Amerikaans model, hè, wat hij probeert te hanteren. Een beetje die late night show. Ja, en ik had voorspeld dat die wat vroeger Voetbal International was, maar nu anders heet. Heet nu vandaag in. Die scoorde aanvankelijk ook goed. Die zei dat gaat dalen en... Toen zei iedereen natuurlijk zure praatjes van Rossum. Maar inderdaad, het is schandalen. Ja, je komt er wel nog af en toe voorbij in het programma. Van der Gijp had het van de week nog over je. Zo, dat is toch wel mooi dat je er helemaal niet bij bent en dat ze het dan toch over je hebben. Dat is toch wel magnifiek. Ja, wat had hij dan te melden? Ja, het ging over... Er is ook nog een vraag over binnengekomen. Dat mensen zijn die zich niet elke dag wassen of douchen. En toen werd jouw voorbeeld genoemd. Mm-hmm. Laat die Turkse mevrouw eerst tegen hem zeggen dat hij zich wat vaker moet douchen. Ja, maar hij is allemaal het verkindje. Ja, joh. Weet je nog dat jij dat tegen hem zei? Hij had in een interview verteld dat hij één keer in de twee weken of één keer in de week douchte. Maar sowieso één keer in de week. Maar ik denk één keer in de twee weken. Maar dat hij wel elke dag zijn edele delen waste. Ja. Mm. Dus met een washandje. Ja, met een washandje. Maar de rest dat liet hij even gaan. Mm. Nou ja, maar... En daar begon ik over in uitzending. Viel niet goed. Nee, ik weet niet waarom. Nee, maar je hebt meer van die mensen die zich nooit douchten. Harry Musquet, die douchte zich ook nooit. Toen had, Derks had nog een voorbeeld van een zanger die dat ook niet deed. Die kwam gewoon uit zijn bed. Ja, en, een goede zanger. Ja, en die ging gewoon zo staan optreden. En ze hebben dat schijnbaar ook een keer aan je gevraagd in de zomeraflevering. Zeker hebben ze het nog een keer gevraagd, ja. En toen zei Wilfred Genee... Het is namelijk iets wat in Nederland een onmiddellijke enorme opwinding veroorzaakt. En dat komt dat mensen niet goed sniks zijn. Die denken namelijk dat je elke dag minimaal een half uur onder 70 liter warm water moet staan om een gezond mens te worden. Ja. Dat is de grootst mogelijke onzin. Sterker nog, het is ongezond. Ja, dat heb je al eens gezegd, ja. Ja, ik heb het ook nog eens in een talkshow gezegd. En toen zat er toevallig een dermatoloog, maar in ieder geval een deskundige bij. En nadat iedereen had gezegd, oh, wat echt, die verrossen zo. Ruikt die ook? Zei die dermatoloog. Volgens hem heeft groot gelijk. Er is veel onderzoek gedaan naar dat stomme gewas van ons. Vooral als je zeep gebruikt. Omdat je dus de hele, laten we zeggen, lichaams-eigen bacteriële culturen voortdurend afspoelt. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Maar douche je wel eens? Of... Wel eens, ja zeker. Ja, maar is dat één keer per week? Of, Nou ja, in principe één keer per 5 jaar. Deze man, Wouter van Kaspel, die heeft dat dus ook gehoord. En die zegt, ik douche elke morgen, dat maakt me wakker. Maar ik overweeg dat niet meer elke dag te doen. Dat is beter voor het milieu. Wat denk je hiervan? Lijkt me niet slecht voor een mens. Ten slotte gingen mensen vroeger vaak maar 1 keer per week in bad of onder de douche. Nou, daar heeft hij groot gelijk in. Ja. En 1 keer per week heeft hij ruim voldoende. Een van de meest interessante ontwikkelingen in de Verenigde Staten, ja, omdat ik een Amerikaanse krant lees, weet ik dat, was dat ontzettend veel mensen in de COVID-tijd op zijn gehouden met zich elke ochtend te douchen. Ook omdat ze van die fobie af waren dat ze dan misschien een luchtje zouden verspreiden onder de collega's. Ja. Ik had een collega die uit de city tegenkwam, die rook zo fris, dat je echt op moest passen dat je niet flauw viel van de frisheid. Nee, je had parfum op of zo? Nee, ik denk
Oh. Vaat douchschuim, denk ik. Ik weet het. Ja, ruik je dat zo scherp dan nog? Maar dat wassen, dat is zoiets wonderlijks, die opwindingen. En dan moet je weten natuurlijk dat dat gewas natuurlijk een heel recent verschijnsel is. Dat is grotendeels van na 1960. Ja, je ging in een tijltje. En dan eerst ging ik in de tijl. En dan moest mijn zuster, die moest wel in het water wat reeds door mij was bedut en dan werd je door je moeder afgeboend. Mijn ouders kregen een erfenis en dat leidde ertoe dat wij een douchegel kregen. Dat zal geweest zijn in 1859 of zo. Het heeft bij mij nooit een grote liefde gewekt voor het water. Nee, maar waarom hebben we dat dan, die douche? Want er zijn natuurlijk wel mensen die ken je ook die zeggen... Dat is het verhaal dat die meneer schrijft, dus ik word er wakker van, ja. Wel heel gek dat je dus eerst 70 liter warm water over je hoofd moet laten lopen voordat je wakker bent. Ik word gewoon wakker. Zonder dat iemand een tuil water over mijn hoofd gooit. Maar ja, je ziet hoe iets inslijpt als een culturele gewoonte en dan als een noodzakelijkheid wordt gedefinieerd. Maar ik neem dat dit is wereldwijd zo. Ik denk de Chinezen die gaan ook onder de douche. Dus zonder twijfel zodra ze welvarend zijn geworden. Want je begrijpt wel, het energieverbruik per hoofd in Nederland nu is 4 maal zo hoog als het energieverbruik in 1960 was. Waren we toen diep ongelukkig, slopen we armoedig langs de gevels, niet waar, in een akelig motregentje? Nee, natuurlijk, absoluut niet. We waren net zulke... Sterker nog, ik denk als je het zou meten, het is nooit gemeten, dat we toen tevredener en gelukkiger waren dan we nu zijn. Maar we zijn veel meer energie gaan gebruiken. En een deel van die energie wordt omgezet in warm water. Er zijn ook meer auto's gaan rijden en zo. Dus het is een stapeling van factoren. Maar dat warme water, dat moet wel warm gemaakt worden. Ja. Dan heb je natuurlijk enorme Spartaanse types die gaan in het onder de koude douche. Dat risico ben ik niet geneigd te nemen. Die gaan in een koud bad zitten, een ijsbad. En dat schijnt dan ook heel goed te zijn. Ja, je had een ijsbad en je had er zelfs een cultuur van gemaakt. Ja. En je kon ook van alle dingen genezen door in een ijsbad te gaan zitten. Maar ja, dan dacht ik toch bijna blijf ik liever ziek. Maar het is nu wel met het Russische gas wat duurder wordt. Misschien wel de kraan die dichtgedraaid gaat worden. Is het, zou je kunnen zeggen, nou, goede reden om minder te gaan douchen. Ja, in Nederland gaat dat helemaal geen rol spelen. We hebben het er al eerder over gehad. Ik geloof van ons gas is 15% afkomstig uit Rusland. Dat is heel makkelijk te vervangen. Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Duitsland, dat zit met de... En je hebt natuurlijk Oost-Europese landen die wel 100% afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus dat is een probleem, ja. Zelfs Duitsland zou binnen een jaar of 4, 5, als er kordate stappen worden genomen, onafhankelijk kunnen zijn van Russisch gas. Ja. Vind je dat Rutte net als Lubbers tijdens de oliecrisis een toespraak moet houden vanuit het torentje? Nee, dat hoeft hij helemaal niet. En mensen moet vragen minder energie te gebruiken? Nee, hij kan ze beter oproepen iets minder onder de douche te gaan. Maar je wil niet mensen oproepen tot minder energieverbruik? Want, nou, je kunt ze best oproepen, maar het heeft geen enkel effect. Was dat door Lubbers, had dat ook geen effect in de oliecrisis? Nee, je denkt waarschijnlijk aan Joop den Uyl. Die fameuze, want Lubbers was er natuurlijk niet in de oliecrisis, althans niet als minister-president. Lubbers begint ook pas in 82, hè? 81, 82. Met het akkoord van Wassenaar en zo. Nee, je hebt die beroemde beelden van den Uyl, die zit zo gebogen, tobberig, zoals die kijken kon, en met die enorme zwarte bril op. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennis maken met distributie aan schaarste. En daarom hebben wij op u een beroep gedaan zuinig te zijn met verwarming en verlichting. En die spreekt dan de historische woorden: het zal nooit meer worden zoals het was. Het wordt een andere wereld. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. En vervolgens zijn we 50 jaar aan de gang gegaan om nog veel meer energie te gebruiken, om nog veel welvarender te worden. Nou ja, dan zie je aan dat je met dit soort van verklaringen ook enorm voorzichtig moet zijn, omdat natuurlijk dat hele oliegebrek van toen, dat bleek enorm mee te vallen. Nou, we hebben ons toen een beetje arm gerekend. Oeh, wat erg. En je had toen ook benzinebonnen en zo. En iedereen was bang dat hij geen benzine meer kon tanken. En de autoloze zondag was toen ook. Ja, maar het was een heel interessante ontwikkeling dat het
Britse weekblad The Economist, ik heb het al vaker vermeld, had de lumineuze gedachte gehad om daarbij in die straat van Hormuz, waar al die tankers voorbij komen, een meneer te zetten op een keukenstoel en die moest die tankers tellen. En al heel snel bleek dat er nauwelijks minder tankers door de straat van Hormuz kwamen vanwege die zogenaamde oliecrisis. En toen schreven ze hem terecht dat die tekorten op de wereldmarkt echt niet erg groot konden zijn, omdat de productie en de aanvoer eigenlijk nauwelijks stagneerden. Alleen hadden de Arabieren sommige landen op het oog om die expres te straffen, namelijk die landen die Israël gesteund hadden. Het ging allemaal natuurlijk om die oorlog van 1973. En wij waren een van de gestrafte landen. Maar wat natuurlijk de Arabieren hadden buiten de buiten de oliemaatschappijen gerekend. Omdat die heel snel konden verdelen van, oh, die Nederlanders die geven mondje dicht, maar die geven we een beetje extra als zij nu te weinig ontvangen. Dus die oliemaatschappijen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat die tekorten eigenlijk niet of nauwelijks hebben bestaan. Ik heb de benzinebon ook nooit opgemaakt. Ik moet ze nog ergens hebben. Ik bewaar ze, dat begrijp je natuurlijk voor hele andere tijden. Dat we dolblij zijn dat we een litertje per week mogen tanken, bij wijze van spreken. Is het nou zo dat we Poetin een uitweg moeten bieden uit deze oorlog? Ja, Poetin. Ja, nou, hij heeft het wel te kwaad, hè, want hij heeft een verschrikkelijke redenvoering gehouden. Dat in het stadion? Utrecht. Rusland moet gezuiverd worden. En Rusland is vol van landsverraders die de hele dag oesters vreten en alle andere volledig decadente activiteiten ontplooien, waar je toch het gevoel hebt dat er paniek doorheen sijpelt, als het ware. Nou ja, ik heb één keer voorspeld dat hij iets niet zou doen wat hij vervolgens wel heeft gedaan. Overigens moet ik wel zeggen, achteraf, ik wil er niet al te eigenwijs klinken, had hij maar naar mij geluisterd, want dan was er een hoop niet fout gegaan, wat nu 100 fout is gegaan. Omdat hij natuurlijk zijn weging van de risico's volkomen onjuist is gebleken. Dat weten we nu wel. Nogmaals, wat ik nu suggereer, dat er toch een beetje paniek onder de oppervlakte zit. Ja, als je zo raar tekeer gaat tegen het decadente Westen en landverraders en... Ik begreep dat er lijsten waren opgesteld van oestervreters en zo. Dat je echt denkt, nou, dit is dan boniezuiveringen, waarbij je toch ook denkt aan de jaren 30 en niet waar, die halve rare Stalin, die halve rare Bolsjewieken die 20% van de bevolking van de Sovjet-Unie vermoord hebben. Nou, dat zal er nu niet van komen, maar toch, ik proefde toch iets van... Paniek. Dat hij verrast is door de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dat zijn hooggeprezen leger niet zo verschrikkelijk veel blijkt voor te stellen. Dat luchtmacht idem dito. Trouwens, weet je niet dat de kranten er jarenlang vol hebben gestaan van de verschrikkelijke, ontzettende, allesbedreigende cyberwar. Maar daar blijkt nauwelijks sprake van te zijn. Nou, achter de schermen wel. Maar het probleem is, je ziet er niet zo. Misschien is dat in ieder geval van de Russische kant, begreep ik uit de New York Times, valt het erg mee met de cyberwar. Dus ook dat blijken ze niet zo verschrikkelijk goed te kunnen als wij wel dachten dat ze het zouden gaan kunnen. Maar toch, ja, ik moet je zeggen, er was natuurlijk de laatste dagen, vorige week, misschien toch een soort optimisme ingeslopen. Zou toch niet een akkoord mogelijk zijn? Zelensky die zei ook van, had er wel vertrouwen in. En Lavrov zei van, er werd serieus gepraat. Nou, toen kwam Poetin eroverheen met weer zo een van die boze lezingen van hem. En zei dat aan alle eisen moest worden voldaan, anders niet. En wat mij niet duidelijk is, zijn de nu lopende onderhandelingen, is dat gewoon tijdrekkerij van de Russen. Om ze de gelegenheid te geven om nog veel meer in elkaar te schieten. Dat is eigenlijk het enige waar ze goed in blijken te zijn. Niet maar dat je een artillerieopstelling hebt en dat je een volstrekt onverdedigde flat waar mensen in wonen. Dat zijn sowieso al vrij aanmoeige flats, vind ik altijd. Om die volledig in elkaar te schieten. Maar ze zijn niet goed in precisie. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat ze eigenlijk, het Russische leger is eigenlijk nergens goed ingebleken. Dat begrijp ik ook, dat er toch grote aantallen gesneuveld zijn of gewond zijn geraakt. Het is ook zonderling dat je 14.000
krijgsgeharde Syriërs moet importeren om dit werk te gaan doen. Kom op, zeg. Die schijnt wel heel gevaarlijk te zijn. Ja, ja, dat weet ik. Dat wordt dan gezegd. Syriërs, heeft zijn keukenmesje. Nou, en dat is verschrikkelijk gewoon. Wat er met, nou ja, dat wil ik dan ook. Dat zijn ook allemaal van die... Ja, daar sluipt de mythevorming, sluipt daar natuurlijk al gauw in. Maar het is ook wel een teken van machteloosheid. Net zo goed als die hulp heeft gevraagd aan de Chinezen, wat natuurlijk ook gek is. Nee, dus kortom, het heeft totaal anders uitgepakt dan hij dacht. Wat nog niet per se betekent dat hij ook zal verliezen. Het is maar wat hij bereid is te doen. En hoe groot is zijn cynisme? Gaat hij gewoon door met die steden in elkaar te paffen? Dat kan ook zijn. Er zijn ook wel steden die toch omsingeld worden. Daar in het zuiden gaat het beter dan in het noorden. Ook bij Lviv zijn ook raketten neergekomen. Dus ik durf er simpelweg niet zo verschrikkelijk veel van te zeggen. Om de eenvoudige reden dat als ik er zou zitten, was het A nooit gebeurd. Maar gesteld het was toch gebeurd omdat ik twee weken in diepe slaap geraakt was. Dan zou ik er nu onmiddellijk een eind aan maken. Ik zou zeggen, wacht nou eens even. Wij gaan hier een klinkende overwinning behalen. En waar bestaat die uit? Dat die twee Donbass-republieken, die worden bij Rusland getrokken. De Krim idem dito, die krijgen ze nooit meer terug. En bovendien mogen ze geen lid van de NATO worden. En op afzienbare termijn ook niet van de EU. En dan kan ik zeggen, zie je wel, ik heb alles bereikt wat ik bereiken wil. En ik stop met die oorlog. Want ja, die oorlog is niet goed bekomen. Zoveel kunnen we dan toch wel van zeggen. Is het ook niet zo dat het vechten en de onderhandelingen hand in hand gaan? Dat het altijd bij elkaar hoort? Ja, maar echt nodig lijkt mij het voortdurend in elkaar paffen van flatgebouwen eerlijk gezegd niet. Als wij met z'n tweeën een kanon huren en over de weg rijden, dan kunnen we ook een hele reeks van flats in elkaar paffen. Ja, maar je wil natuurlijk dat dat stopt en dat bereik je door aan de onderhandelingstafel een goede deal te bereiken. Ja, nou goed, dit is naar mijn idee wel eens een beetje de beste deal die hij bereiken kan. Behalve als hij bereid is om de Oekraïne volledig in elkaar te schieten. Ja, dan komt er misschien ook een eind aan het Oekraïns verzet. Maar dan is het toch wel vrij waarschijnlijk dat dat verzet, dat ze op een andere wijze georganiseerd zal worden. Ja. Hoe lang... Er is toch sprake van een zeer omvangrijke import van enorm handige moderne wapens. Die vooral tegen tanks een enorm effectieve gevolgen hebben. Ja. Waarom zegt Maarten Stevens NATO in plaats van NAVO? Ja, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Ik zou natuurlijk NAVO moeten zeggen. Ja, Trex is nog wel de naam van de NAVO in het Frans. Want dan staan de letters precies in de andere volgorde. Oh ja, de Franse logica. OTAN is het dan. Mm. Maar goed, dat is... Daar zit niets achter. Zoekt u er niets achter. Het is niet zo dat ik dat speciaal zeg, dat ik daar langdurig over nagedacht heb. Het is nou eenmaal een Engelstalige organisatie. Ja, net zoals de Oekraïne, dat hoor ik trouwens veel meer mensen zeggen. Ja, dat mag ook niet, hè. Dat zijn we ook gecorrigeerd. Ja, want het is Oekraïne zonder de. Ja, mensen zeggen, je zegt ook niet de Gelderland. Nee, dat is waar. Hoewel nu het gesuggereerd wordt, misschien wel lollig is dat we een tijdje van de Gelderland gaan spreken. Ja, je hebt wel een krant die heet volgens mij de Gelderlander. Maar ja, dat is waarschijnlijk een kopblad van het AD. Ja. Ja. Dan hebben we nog hier Chantal Gommans uit Meppel. Is het niet zo dat China uiteindelijk de lachende derde gaat worden na deze Russische blamage? En dat China er nog sterker uitkomt? Nou ja, dat heb ik ook op meerdere plekken al gelezen, de grote winnaar zou China zijn. Dat zie ik niet zo in, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Xi er erg gelukkig mee is met de hele gang van zaken. Dat heeft hij ook met zoveel woorden gezegd. Ik denk dat hij zich zeer terughoudend zal opstellen ten aanzien van hulp aan Poetin. Sterker nog dat Poetin wel wat sympathieke praatjes krijgt, maar geen spullen. Omdat natuurlijk... Kijk, Poetin heeft ook met zoveel woorden in zijn imperiale droom afscheid genomen natuurlijk van laten we zeggen, de klassieke liberaal gerunde wereldeconomie. Want denk aan de sancties enzovoort. Terwijl, ja, laten we wel wezen, hoe is China rijk geworden? Door optimaal te profiteren van een klassiek liberale mondiale economie. Daar zal China niet graag afscheid van nemen. Dus in die zin heeft China uiteindelijk meer te verliezen
door zich te isoleren ten opzichte van die wereldeconomie dan Poetin, omdat Rusland daar toch al niet een zo prominente rol speelde. Guan, of Yuan, die zegt, is dit iets voor Maarten, je kunt simulator vliegen in Amsterdam? Ja, dat heb ik ontdekt. Dat kost ook, moet je eens kijken hoe deftig dat eruit ziet. Dat leek me wel leuk om dat een keertje te doen, ja. Ja, dus dat kun je in Amsterdam kunnen doen. Ik zal je dat linkje even sturen, als je dat leuk vindt. Misschien leuk met je kleinkinderen. Misschien vinden die dat ook leuk. Nou, en dan mijn huisgenoot en ik zijn altijd fan van de podcast. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in hoe actualiteiten vergeleken kunnen worden met gebeurtenissen uit het verleden. Mijn vraag is dus of er een vergelijking tussen de Russische invallen in Oekraïne en de politionele acties van Nederland in Indonesië te maken zijn, zegt Stijn van Leeuwen uit Utrecht. Oh ja, als je even dat imperiale perspectief erbij haalt, wat ik er straks gebruikt heb. Ja, onze politionele acties hadden de bedoeling om het Nederlandse imperium te behoeden voor de zelfstandigheidsverklaring van de Indonesische revolutionairen. Dus in die zin is het goed vergelijkbaar. Poetin wenst zich niet te verzoenen met het vertrek van de Oekraïne uit het Russische imperium. En nou ja, je weet hoe het met Nederland is afgelopen. Wij hebben in 1949 al verklaard dat het een hopeloze zaak was. En we zijn tenslotte vertrokken. Waarbij ook nog, hè. Was ook weer Indië verloren, rampspoed geboren. Nou, daar bleek helemaal niks van te kloppen. Nee. Dan heb ik Kevin. Ja, dag Maarten en Tom. Hier Kevin. Mijn vraag luidt, wat is het antwoord op de vraag uit de titel van de vorige aflevering? Komt er vrede? Ik zat in spanning te wachten, 25 minuten lang, wat het antwoord van grootmeester Maarten zou zijn. Alleen het antwoord kwam niet. En wel heel veel antwoord op andere vragen. Over bellijnen, over Amerika en zijn bestuurders, haar bestuurders. Maar niet het antwoord op die allesverlossende vraag in deze onzekere tijd. Gaan de onderhandelingen leiden tot hoop, vrede, staakt het vuren? Ben alsnog benieuwd. Dag! Nou, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. En ik moet de vraagsteller teleurstellen. Ik weet het niet. Ik hoop dat dat zo is, dat er vrede komt. En het kan zijn dat we nog een hele tijd doorklooien, nietwaar, terwijl die Russen bezig zijn om de Oekraïne in elkaar te schieten. En het kan ook zijn dat er volgende week een doorbraak is en dat zo'n beetje het scenario wordt gevolgd wat ik geschetst heb. Het is even afwachten, meneer. Zure praatjes van Olsen. Daarbij bleek eigenlijk al hoe enorm lastig het is om met bommenwerpers concrete doelen aan te vallen zonder dat je zelf zeer grote risico's loopt. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Eigenlijk waren die bombardementen van de Duitsers de facto een soort terreurbombardement, omdat ze gewoon een bommen niet te vallen en ook niet precies wisten wie er mee of wat er door geraakt zou worden. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waren dat bewuste terreurbombardementen? Nee, ook weer niet. Maar het praktische effect was in feite dat als zodanig kan worden beschouwd.